Hij heeft 170.000 volgers op Twitter en is zo eigenlijk een beetje een eigen mediakanaal in Vlaanderen. En een kritisch, misschien zelfs een geradicaliseerde professor. Een geradicaliseerde professor kerkelijk recht, professor Torfs. Ik heb gezien 60.000 volgers, ongeveer meer dan Remco Evenepoel, de held van de natie. Ja. Maar 7000 minder dan Mark van Ranst. Voilà, dus uh, er zit uh, duidelijk een hiërarchie in. Ik denk dat we Van der Ranst als de denker des vaderlands moeten beschouwen. Ook normaal gezien zijn uh, grote tolerantie en openheid voor andere meningen. Even een is nog maar 22. En uh, op het moment dat hij mijn leeftijd zal hebben bereikt, uh, 65, verwacht ik dat hij meer volgers nog gaat hebben. Ik denk, ik denk dat het aantal volgers de volgende dagen zal toenemen. Maar ja. ik, ik zeg. Geradicaliseerd deze zomer. U bent wel heel streng geworden voor, voor de pers in Vlaanderen, voor de academische wereld, voor de politiek? Uh, wel, eigenlijk uh, ben ik denk ik in heel mijn leven heel weinig echt fundamenteel van gedachten veranderd. Mm -hmm. Maar je merkt natuurlijk wel dat uh, de sfeer ook omslaat. Uh, in mijn jonge jaren was ik uh, heel kritisch tegenover het instituut Kerk. Dat toen een soort uh, arrogantie vertoonde en laaddunkendheid uh, uh, tegenover mensen die anders dachten, die mij mm -hmm. erg kon storen. Uh, en vandaag merk je natuurlijk dat uh, diezelfde ja, zeg maar arrogantie en laaddunkendheid soms aanwezig is in andere kringen. En ik ben nooit iemand geweest die volmondig achter... De heersende trends en de machthebbers stond, dat ligt mij minder. Dat is misschien ook een karakteriële tekortkoming. En dan denk ik, ja, we moeten daar toch iets over zeggen. En ik merk ook, ik kom op straat zelfs mensen tegen die zeggen dat ze mijn tweets lezen en daar mm -hmm. veel aan hebben en zo verder. Dus um, ja, dat is een reden om toch Het is, is te een beetje. U provoceert. Onlangs ja. zegt u, ja, is er, geeft u eigenlijk aan, is er voor mij als, als gelovige in de academische wereld nog plaats? Uh, Wel ja, yeah, ik denk dat dat uh, een belangrijk probleem is. So dus dat specifiek al. Ik denk dat we aan de universiteiten in een sfeer zitten van neoscientisme, heel sterk, eh? waarbij uh, alleen dat als wetenschap geldt wat gefalsifieerd uh, kan worden. Dat uh, er zijn een aantal de wetenschappers die, die ook zo denken. Uh, en dat klopt uiteraard voor bepaalde deelgebieden van de wetenschap, bijvoorbeeld de zwaartekrachttheorie, moet kunnen gefalsifieerd worden. Lukt voorlopig niet goed. Maar uh, dat is denk ik helemaal correct. Maar dat kun je natuurlijk moeilijk zeggen, van disciplines zoals uh, filosofie of uh, theologie, uh, um, zelfs uh, sociologie, en zo verder, daar heb je toch allerlei theorieën die je ten dele kunt falsifiëren, maar die ten dele ook zijn gebaseerd op de persoonlijke insteek van mensen. En in dat geval is natuurlijk ook, in heel die context, is ook alles wat gelovig is of met religie te maken heeft, verdacht. Want um, wanneer je niet uh, kan bewijzen of mm -hmm. er iets is of niet is, dan zit je verkeerd. Terwijl natuurlijk bijvoorbeeld um, iemand die zeker is dat God niet bestaat. Dat alleen maar kan zijn door een bepaald godsbeeld te hebben, dat op zichzelf al een reductie van God is. Mm -hmm. Want de God die wordt afgewezen is bijvoorbeeld een almachtige God die toch niet in de geschiedenis wil ingrijpen, of een God die harteloos is omdat hij jonge kinderen aan kanker laat sterven en zo. Maar dat zit allemaal natuurlijk. Ja, beelden van een God in, die op zichzelf zeer betwistbaar zijn. Dus in feite moet je, om echt atheïst te kunnen zijn, God bijzonder goed kennen. Wat voor een gelovige moeilijker is. Ik herinner mij in, in columns in, in een of andere krant en later ook in een boek, dat u toen al waarschuwde voor dat, ja die overdreven nadruk op rationalisatie, of rationeel denken, wetenschappelijk denken. En u, u waarschuwde daar toen al voor. Was u te vroeg? Uh, oh, ik, ik ben altijd te vroeg. Mensen zeggen dat graag van zichzelf. Dus uh, het, het uh, verhoogt ook mijn status door dat <laughs> zelf uh, te beweren. Maar inderdaad. We leven wat dat betreft in een heel gekke tijd. Hè. We doen alsof we allemaal heel redelijk zijn. Mm -hmm. De verlichting en feiten zijn feiten en, en zo mm -hmm. verder. Hè. Dus uh, met ook een aantal ja, academici die daarin helemaal meegaan, aan de ene kant. En aan de andere kant leven we in een ongelooflijke hemeltijd. Hè. Dus ja. uh, uh, zelfs een hysterische tijd bij momenten. Als je in een discussie geen argumenten meer hebt, uh, ja, dan zijn er nog altijd. Betere argumenten dan de afwezigheid ervan. Namelijk heel boos worden, verontwaardigd, je gekwetst voelen. Um, en als je dat uh, naar voren kunt brengen op een geloofwaardige manier, heb je de discussie gewonnen. Dus je hebt aan de ene kant. Een soort krampachtig rationalisme. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk ook een reductie van het denken betekent. Heel ver weg van de Jaanse universiteit, waarin zowel het, uh, het denken, de wetenschap als de levensbeschouwing aan in hand gingen. Dat heb je aan de ene kant. Uh, en aan de andere kant, een, een, een samenleving die, uh, ja, denk ik, ten onder gaat. niet aan gevoelens, maar aan sentimentaliteit. aan goedkope sentimentaliteit vaak. Maar je ziet ook. Ja, langs de ene kant een, een terug een, een verabsolutering van de waarheid ja. met hoofdletters. Ja. Die bestaat opnieuw. Ja, een soort armzalige reductionistische waarheid, maar uh -huh. ze bestaat opnieuw. Dus uh, uh, ja, de waarheid zeg maar, van de wetenschap, wat uh -huh. op zich natuurlijk ook een contradictie is, want de wetenschap moet altijd kunnen bevraagd worden en elke waarheid is daar in principe voorlopig. Uh, maar dat zou kunnen te wijten zijn aan het uh, ja, uiteenvallen van het bezield verband waarin de westerse wereld leefde, hè, dus uh, de christelijke traditie. En in plaats daarvan grijpt men dan naar allerlei deelwaarheden die uh, het leven enige structuur moeten geven. Maar, dus in feite is denk ik een, een nieuwe nadruk op de waarheid een wanhoopskreet. Want wanneer je je goed voelt, bijvoorbeeld. Heb je geen behoefte aan één waarheid om omarmen en al de andere uit te sluiten? Mm -hmm. Want dat vergeten we vaak. Als we vandaag zeggen: er is weer een concept van waarheid, dan is dat tegelijkertijd ook een waarheid die uitsluit. Dus een waarheid die uitsluiting in zich houdt. En mensen die zich daar niet naar schikken, uh, worden terechtgewezen of uh, gecanceld en zo verder. Dus in feite is waarheid in zekere zin armoede. En ook de grootste religieuze denkers uh, klampten zich niet vast aan de waarheid, maar zochten naar de diepte van het bestaan. En, en is dat allemaal ook niet verscherpt in wat we in die coronatijd hebben meegemaakt, waar ook ja, de waarheid werd gebetoneerd. U hebt ja. mee aan het Wintermanifest of je hebt het meegetekend? Ik heb, mee het, ik heb ja. er niks aan gedaan. En, ik heb het en, verdedigd. Ja, ja. en ja. u hebt het ook verdedigd. Ja. Um, en u bent er ook voor. Ja. Mensen hebben nu ook aangevallen daarvoor. Ja. Um, zie je die polarisatie in, in, of het brengt die grote polarisatie in de maatschappij? Ja, ik, ik zie ze al wel wat verder en, en langer komen. Ik, ik denk nog altijd dat uh, um, een belangrijk uh, moment is geweest, de aanslagen van 9-11 van, mm -hmm. van 2001. Uh, en die hebben toch wel um, de, ...de rustige jaren negentig helemaal beëindigd, denk ik. Hè. En uh, de gedachte dat er na de val van het communisme... Um, uh, vaak een, een, ...een periode van stabiliteit en gezapige wereld... Eind van de geschiedenis. Ja, ja was absurd. Hè. Hoe kun je dat toch als intellectueel zeggen? Maar die, dat vermoeden is er een tijdje geweest. Mm -hmm. um, en dat, dan zijn veel mensen toch wel wat wakker geschrokken... ...door die aanslagen van uh, 9-11. Uh, en zo is er, denk ik, wel een eerste sfeer ontstaan van... Uh, angst en, en, uh, en, en mogelijk verval en zo verder, en waarbij mensen onrustiger zijn geworden. Uh, het element angst is denk ik dan in de plaats gekomen van uh, een soort optimisme en vertrouwen dat voorheen bestond. En dus ja, laten we zeggen, terrorisme en alles wat ermee samenhangt is een tijd lang redelijk uh, dominant geweest als gegeven. En daarna werd er uh, ja, meer en meer op die angst ingespeeld, onder andere ook bij uh, het klimaat, hè, waar uh, Greta Thunberg, na Mark van Randst, een van de grootste filosofen van deze tijd, waarin uh, Greta Thunberg dan aan wereldleiders zeide, u moet panikeren. Hmm. Huh? He, dus paniek is noodzakelijk. En dat is op zich ook een heel interessante gedachte, want stel je je eigen leven voor: de beste dingen die je doet en de beste beslissingen die je neemt, zijn zelden in paniek. He? Maar natuurlijk is paniek en angst een, een fantastisch manipulatief instrument. Mensen die angstig zijn, zullen meer slikken dan mensen die nuchter zijn. De werkelijkheid proberen te observeren. Dus je hebt dat met klimaat gehad. Uh, je hebt dat dan natuurlijk ook, op, misschien op een heel bijna fysieke manier gehad, in de coronatijd. En daar mm -hmm. is dat tot in zijn verste meanders uh, uh, heeft dat plaatsgevonden. Maar je ziet hetzelfde ook op andere punten. Bijvoorbeeld, de energiecrisis uh, wordt ook toch heel sterk vanuit een sfeer van, van angst benaderd. Dus die angst is denk ik. Uh, Misschien wel een kenmerk van onze 21ste eeuw. En angst is vaak een uiting van, van een soort ja, verval in een samenleving die zich minder goed voelt. Want u reageert ook op die angst die, zeg, die volgens u door de pers eigenlijk nog versterkt wordt. De pers ja. uh, hakt daarop in. Hè, een, een hittegolf, uh, daar moeten we direct bang voor zijn. Ja. U reageert er ook op Twitter op. Ja, ik, ik, ik denk. U lacht ermee, eigenlijk. Ja, in zekere zin wel. Ja. Uh, ik relativeer het erg. Okay. Uh, ik ben de eerste om uh, toe te geven dat natuurlijk er natuurlijk met het klimaat wel degelijk moeilijkheden en problemen zijn. Maar ik geloof daar uh, in de kracht van de mens om daar wat aan te doen. Ook omdat er gewoon geen alternatief is. Hè. Stel dat wij vanaf vandaag. Ophouden met ademen of dat op een zeer gematigde manier beginnen te doen en uh, alleen maar fietsen en in de kou zitten de hele winter en whatever, uh, dat we dat zelfs collectief doen uh, in de hele wereld een tijd lang, ook dan zullen we toch met de gevolgen blijven zitten van uh, de, de klimaatverandering, die, die het gevolg is van een veel langer proces. Dus we kunnen daar wel iets aan doen, maar paniek en schuldgevoelens en zo verder mm. helpen niet. Hè? En. Um, ja, doenberichten halen mensen onderuit. Uh, en ik begrijp ook niet waarom kranten dat doen. Ik ben, ik ben zeker geen fan, ik geloof daar niet in, van complottheorieën, want mm -hmm. er zijn heel veel mensen die daar wel in geloven. Wat ik eerder denk is dat er uh, een soort defetisme in de samenleving is geslopen, uh, die mensen immuun maakt voor uitingen van optimisme. Dat is een heel rare zaak. Uh, en dat is op een duur een cirkel, een, een, een kolk die begint te draaien. inderdaad, dan wordt er gezegd, uh, bijvoorbeeld het was nooit zo warm, ik zeg maar iets op 22 augustus. Ja, nooit zo warm uh, sinds de waarnemingen die een paar honderd jaar duren. Uh, het universum is toch ouder. Daarmee wil ik niet zeggen dat er niks aan de hand is, hmm. maar verabsoluteer. Toch niet alles. Hè. Zo zou je kunnen zeggen. Ja, uh, bijvoorbeeld Ik vond de, de prestatie van Remco Evenepoel in de Ronde van Spanje fantastisch. Maar moet je dan zeggen. Dit is uniek, nooit eerder gebeurd en zo? Ik denk dat dat niet juist is. Enfin, dus er is een, een, een gebrek aan perspectief gekomen uh, in de samenleving. En dat zorgt voor een aantal mensen dat ze afhaken van de media? Ik denk dat wel. Hè. Ik denk dat je. Uh, er is natuurlijk een grotere vorm van polarisatie gekomen mm -hmm. de, de laatste jaren. Uh, zoals je die ook elders ziet. Uh, in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, in Nederland. En heel vaak is het zo dat verschijnselen die uit Amerika komen, uh, Europa doorgaans bereiken eerst via de Britse eilanden, maar dan via Nederland heel vaak en vervolgens naar minder beschaafde landen zoals het onze en nog zuidelijker uh, verder, verder gaan in zekere zin. Uh, maar ja, die polarisatie is er wel duidelijk, uh, met um, denk ik um, een aantal speciale kenmerken, dat een soort uh, ja, culturele elite zeg maar, op dit ogenblik mm -hmm. heel veel macht heeft uh, in de media. Dat is ook niet altijd de financiële elite, dus dat is een, een verschil. Die houdt zich doorgaans gedeist en maakt haar rekeningen hè, op een doorgaans slimme manier. En komt zo weinig mogelijk tussen in het maatschappelijk debat. Want elke stem die ze verheft en die haar bijvoorbeeld op kritiek zou. Uh, kunnen doen stuiten van de traditionele media is commercieel niet zo'n goed idee. Maar je hebt wel vandaag zo het gevoel, uh, dat er ook in Amerika was, dat uh, ja, de culturele machthebbers zo wat neerkijken op het volk. Hè? Mm -hmm. En uh, dat is iets wat uh, natuurlijk mensen ongelooflijk irriteert en dat leidt vaak tot uh, revanche in het, in het stemhoekje. Ja. Ik ben zelf een. Denk ik, een zeer gematigd figuur. Ik, ik voel mij politiek gezien tot het centrum behoren. Mm -hmm. Daar heb je ook een boek over geschreven. Absoluut, hè, ja. samen met Pieter Maréchal, daar ja. geloof ik ook echt in. Uh, maar je voelt natuurlijk dat wanneer je mensen vernedert en ze hebben geen wederwoord, dan is op de duur de vrijheid van meningsuiting de stem in het kieshokje. Niemand kijkt daar. En wat je dan, het bolletje dat je dan kleurt, hè, uh, ja, niemand ziet dat en kan een stille wraak zijn. En ik vind ook ongelooflijk. Dat de culturele, ja, de, de cultuurdragers van vandaag dat niet lijken te beseffen. Je kunt mensen niet ongestraft vernederen. Maar ook de traditionele partijen van vandaag ja, lijken dat niet te kunnen oppikken. Nee. CD&V bijvoorbeeld, een heel grote partij geweest. Kan ja. zoiets, een volkspartij, ja. Ja, is dat niet meer en kan dat niet oppikken? Is, is, dat, is dat ook een beetje het eind van heel die christendemocratische... Periode die toch heel belangrijk geweest is voor Europa. Hoe kijkt u daarnaar? Well, dat zou kunnen. Hè. Het is best mogelijk dat bepaalde vormen van christendemocratie in de traditionele zin ongeveer aan het einde zijn. In Italië zijn ze verdwenen. Ja, maar in Duitsland niet bijvoorbeeld. Nee. Ja. In Nederland zie je het merkwaardige verschijnsel dat de Christenunie nu in de Pools ongeveer evenveel zetels heeft als het CDA. CDA ja. En je hebt natuurlijk. Ook mensen die christen en democraat zijn, maar niet langer tot de christendemocratie Democratie in de strikte zin behoren. Um, daar denk ik, is, is, is een van de ja, problemen dat. Daar wat men in het Frans noemt, l'usure du pouvoir, daartussen zit. Mensen die al zo lang aan de macht zijn en heel veel de kans hebben gehad om dingen te veranderen en daar niet altijd in geslaagd zijn. In België speelt daar nog extra mee dat wij in feite een politieke verlamming hebben van echte vernieuwing. Of, of die er mm -hmm. nooit gekomen is, anders dan in Duitsland en Nederland. Waar dat onder sociaal-democratische premiers destijds, zoals Kok in Nederland en Schreuder in Duitsland, wel eens wij hebben die kans gemist. Wij hadden in die tijd de regering voor Hofstad en zo. Hè. Uh, en, en sindsdien zitten we natuurlijk ook met de moeilijkheden die een land als België uh, op het institutionele vlak heeft. En dat weegt ook wel op die traditionele partijen die dat niet hebben kunnen oplossen. Nu ook meer radicale partijen gaan dat volgens mij niet kunnen oplossen. Uh, maar wat wel nodig is, denk ik, is een soort... Uh, ja, hergroepering in het centrum met nieuwe mensen die wel degelijk in uh, een gematigde politiek uh, geloven, uh, maar die ook wel afstand nemen van, ja, van de, hoe moet ik het zeggen, van, van het échec en de machteloosheid die het centrum lange tijd heeft gekenmerkt. In dat er behoefte is aan een soort uh, ja, radicaal centrum in zekere zin, mm -hmm. uh, waarbij uh, men echt ook wel voor die centrum... Ideeën opkomt. aan mensen duidelijk ook zegt, anders dan de extreem het soms doen: wij kunnen uw problemen niet oplossen, maar we kunnen ze wel leefbaar houden. Waarbij men ook zegt: de sociale welvaartsstaat willen wij absoluut redden, maar door in de excessen ervan te snijden. Waarbij men bijvoorbeeld ook zegt: wij geloven in Europa. Het is niet zo dat wij helemaal op onszelf het terug beter gaan doen. Dat klopt niet, maar wij willen wel uh, Europa kwalitatief sterker maken, waarbij het gedaan moet zijn met regeltjes op te leggen aan de ene kant op Europees niveau mm -hmm. en er anderzijds een onvermogen is uh, om mensen te beschermen op moeilijke momenten. Dus daar denk ik kom je uit met een centrumpolitiek die de ja, uh, zwakheden van vroeger niet meer accepteert en tegelijk de wonderrecepten van de, van de extreme partijen ook voldoende. Weet, te ontmaskeren op een slimme manier. Hè? Want ontmaskeren is een gevaarlijk woord. Het is niet zo ja. het idee van de maskers vallen af. Ik wil trouwens ook mensen die tot bijvoorbeeld PvdA behoren mm -hmm. of Vlaams Belang. Ik zal nooit het gesprek met die mensen weigeren, omdat ze ook mensen zijn. En omdat alleen door het gesprek uh, inzicht kan worden verworven. Want u hebt heel veel gesprekken gehad naar aanleiding van uw ja. boek. Um. Mm -hmm. Hoe zijn die reacties dan? Want wat u vertelt van dat, uh, van dat radicale midden, ik heb dat altijd gevonden dat dat behoorlijk evident klinkt. Ja. Maar toch blijft het midden in Vlaanderen een soort, ja, Bart Maddus noemt dat een Bermuda-driehoek, waarin ja. partijen, partijen verdwijnen. Ja, ja daar, is, daar is iets van. We hebben toen een gesprek gehad, Pieter en ik, met uh, figuren gaande van. We hebben toen niemand van, niemand van het Vlaams Belang gehad, maar ik zal er ook geen probleem mee gehad hebben. Maar we hebben Tom de Meester van de PvdA mm -hmm. gehad. Um, Genie Beels hebben we gehad, uh, overigens een heel knappe politica. Um, maar ook Theo Franken of Jean-Marie de Dekker, Yves Le Terme, um, Alicia Bertrand. Enfin, we mm -hmm. hebben allerlei figuren gehad van verschillende politieke kleur. Uh, en eigenlijk zijn ze daar, als je die ideeën naar voren brengt. Een middenplein waar iedereen met elkaar in gesprek treedt, dan zijn ze daar de meeste toch voor te vinden. Dus uh, bijna iedereen. Uh, maar in de praktijk is dat moeilijk. En is het vooral moeilijk, denk ik, voor de uh, centrumpartijen die er vandaag nog zijn. Omdat die, hoe weinig ze ook hebben, nog altijd veel te verliezen hebben. Mm -hmm. Dus zij hebben nog een behoorlijke partijfinanciering, uh, een aantal ministers met de kabinetten die daar rondzweven. Uh, en je moet ergens, denk ik, de morele en politieke moed hebben uh, om te, te kunnen zeggen: Ja, we beginnen echt met iets nieuws. En natuurlijk, enfin, ik, ik kan dat hier nu zeggen, ik heb zelf makkelijk spreken, maar zij niet, hè, uh, want zij hebben hun baan en hun uh, routine. En in feite zou je op een gegeven moment over je eigen schaduw. Heen moeten kunnen stappen. En ik weet dat er politici zijn van die centrumpartijen die dat wel zouden durven, maar niet alleen. En het is heel moeilijk om, om, om die, die stap echt te zetten. Nochtans denk ik, als het dan echt over mm -hmm. politiek gaat, zouden ze die moeten zetten voor de verkiezingen van 24. Dus ik vind het uh, wat nu eigenlijk leeft bij traditionele partijen, is uh, ja, 24. Je hebt dan in het voorjaar de federale verkiezingen. De moeder en, alle verkiezingen. Ja, met met voor de, de, zoveel brief, zoveel de samen. Ja. Hè. Ja. Uh, en daar gaan dan die traditionele partijen uh, klop krijgen. Daar gaan ze zelf van uit. Mm -hmm. En dan gaan ze zich herpakken in de de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, uh, met misschien allerlei stadslijsten, je voelt dat men die aan het maken is, in, mm -hmm. in Gent bijvoorbeeld is dat bezig, uh, waar dan niet te veel wordt gerefereerd aan de namen van de traditionele, uh, de, partij. eh, de traditionele partijen, ja. waar vooral geen foto's van die kopstukken in het stadsbeeld mogen verschijnen, want dat is zelfmoord. Wel, die die techniek, die strategie, waarbij men nu al uitgaat van een zware nederlaag en dat die dan gaat gecompenseerd worden met een soort survival techniek bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat lijkt mij volslagen heilloos. Doe dat niet, probeer ervoor iets op te zetten. Dat zou denk ik veel interessanter zijn. Want er zijn nu ook een aantal mensen die zeg maar politiek dakloos zijn. Maar ik denk... Uh, Heel veel Ik zeg niet dat alle intelligente mensen politiek dakloos zijn, maar toch een belangrijk percentage daarvan, mm -hmm. dat denk ik zeker. En die eigenlijk uh, uh, gaan zich uh, niet thuis voelen in extreme partijen, die misschien ook niet. Uh, ja, meteen uh, zware nationalistische gevoelens hebben, die, die, die uh, het communisme zeker niet met gretigheid omarmen en die ook terugdeinzen voor excessen die in het Vlaams belang absoluut nog aanwezig zijn. Dus er zijn absoluut mensen die dakloos zijn. En, uh, ja. maar, maar we zitten met politiek dakloos langs de ene kant ja. en eigenlijk een compleet geplaatst de politieke situatie langs de andere kant. Dat is kant. waar. Uh, wat dat betreft uh, heb ik uh, in het nationale vlak wel wat sympathie mm -hmm. voor meneer Boucher. Mm -hmm. uh, het doet me denken aan de Vlaamse politici van uh, de 19e eeuw. Ja. Die spraken ook geen Nederlands. <laughs> uh, en hij is iemand die, die toch wel... Uh, ja, Populair is in Vlaanderen juist omwille van zijn franc-parler. En uh, zelfs al is niet alles wat hij zegt juist en heeft hij soms een beristheid die misschien wat meer matiging zou verdienen, uh, hij heeft toch een soort uh, moed om voor zijn standpunten mm -hmm. uit te komen, die het politieke discours in Wallonië ook erg heeft verbreed. Want dat was nog beperkter dan dat in Vlaanderen was. Nu, persoonlijk denk ik, voor mij moet België niet blijven bestaan. Hè? Uh, maar het gaat ook niet opgelost worden, onze probleem, als België uh, wordt uh, afgeschaft. Dan krijgen we misschien uh, een bureaucratisch Vlaanderen vol keizerkosters. Dat we nu al een beetje hebben door de regulieties van de Vlaamse regering. Die ik mm -hmm. ook bijzonder ontgoochelend vind, die regulieties zeker. Maar dan denk ik ja, uh, als men België wil laten overleven, is er maar één mogelijkheid. En dat is een soort economische heropbloei van Wallonië. Dat is een verhaal dat we. Ik ben zelf bijna 50. Dat ja. ik heel mijn leven hoor. Ja. En het komt er niet van. Nee, en waarom, waarom komt het er niet van? Ik denk dat wij als Vlamingen daarin moeten investeren. En een vorm van geciviliseerde kolonisatie, als ik het zo kan zeggen, ja. moeten doorvoeren. Waarbij wij investeren als Vlamingen. En tegelijk afspraken maken met de machtige Waalse politici. Want die hebben daar in het economische spel heel veel te zeggen. Maar waarom komt het er niet van? Want dat vind ik ook een interessant hmm. punt. Uh, er was recent. Um, Heel wat uh, te doen over de site van Caterpillar in, ja. uh, in Charleroi. Waar Dat, Legoland komt. Ja, waar Legoland komt. Hè. En da daar stond een heel stuk uh, in, in de krant uh, De Standaard zonder, zonder kritische analyse. En, 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 uh, want eigenlijk had je daar helemaal ook de Waalse manier van denken kunnen analyseren. Dus Caterpillar gaat daar weg. Hè. Uh, ja. Op, op dat moment probeert men eerst de, de tegenstander, de directe concurrenten, te overhalen om die site in te nemen. Vervolgens heb je een tweede fase, dat lukte niet. Was er even sprake van ja, op die site van 100 hectare een industriepark te maken met KMO's maar. De Waalse regering houdt niet van KMO's. Uh, die hebben minder dan 150 werknemers vaak. Dat is dan geen syndicale vertegenwoordiging. Dat past niet in een soort cultuur van de grotere industrie. Vervolgens haalt men dan Legoland uh, naar. Uh, naar, naar Wallonië als het allemaal lukt. Fantastisch, want outsourcing is daar onmogelijk. Eens dat Legoland daar is, moet dat daar blijven. Je hebt bovendien ook een investering weer van zoveel hmm. miljoenen die de Waalse regering doet. Als gevolg daarvan zijn er mensen die zitjes kunnen krijgen in allerlei raden van bestuur. Dus in feite is dat dan weer die idee van de relance, waar de overheid uh, helemaal bij betrokken is. Terwijl je eigenlijk een mentaliteit zou moeten steunen waarbij kleine zelfstandigen en kleine ondernemers uh, terug iets doen waarmee je helemaal uh, boven water kunt komen. Maar dat is zo tegen de cultuur. Toen ik destijds rector was, om daar nog een ander voorbeeld van te geven. Mm -hmm. Hadden wij een soort uh, cluster voor uh, protontherapie van alle uh, Vlaamse ziekenhuizen en de UCL, die toen waren gemarginaliseerd door de PS-minister Marcourt. Om heel de Belgische evenwichten te bespreken, konden wij in Vlaanderen. Moeiteloos onderhandelen met de andere universiteiten zonder dat de overheid daar was bij betrokken. Maar moesten Mark de Kramer, de toenmalige CEO van het ziekenhuis, en ik wel gaan spreken met Marcourt in, in Salzin, dus in de zetels van, van de Waalse regering. Want dat kon niet dat er belangrijke beslissingen werden genomen uh, zonder de overheid. En dat is natuurlijk iets wat we moeten Omdraaien. Want natuurlijk, als ik het woord kolonisatie gebruik, dat is een lelijk woord, dat meen ik natuurlijk niet. Maar er zou een soort stimuleren moeten komen mm -hmm. in Franstalige België in Wallonië, van een dynamiek die er is. Die er bij vele mensen en walen wel degelijk is. Want dat verwijt ik soms de Vlamingen dan wat. Dat ze zeggen walen zijn lui en zo verder. Er zijn zeker mensen die heel lang niet zijn gestimuleerd geworden om actief te worden. In oude gebieden waar de zware industrie en zo. Bestond. Maar er zijn zoveel Walen die niet beter vragen dan uit de impasse te geraken. En in plaats van op en neer te kijken en de neerbuigende techniek te praktikeren, die zo vaak aanwezig is in onze samenleving, zouden wij moeten helpen om uh, daaruit te geraken. Geloo meer geloven in Wallonië? En ik denk dat wel. Ja. En als je zegt, ja, nee, we kunnen dat als Vlaanderen beter, dan moet je toch eens denken: uh, oké, okay, is dat wel waar? Mm -hmm. uh, want ik ben zelf in die zin, wat ik het leuke vind. Uh, aan België is buiten het feit dat het een totale artificiële constructie is, dat we op onze betere momenten wel op de grens van twee culturen zitten mm -hmm. als we de moed hebben om die allebei te savoureren. En dat is steeds minder het geval, want uh, de Franstaligen spreken geen Nederlands en de Vlamingen spreken geen Frans. En in gebroken Engels gaan ze dan diepzinnige discussies met elkaar aan. Ja, het is inderdaad waar. Zelfs in Wallonië wordt je tegenwoordig, eh, als je een hotel binnengaat, in, in, in het Engels aangesproken als Vlaming. In Amsterdam ook, hè, zeker ja. als je als Vlaming eerst Nederlands begint te praten, daar verstaan ze niks van. <laughs> ja, dat is een heel ander probleem. Ja. Um, u zegt ik ben nooit rector geweest. Uh, iets wat uh, wij ons allemaal herinneren. U, u, u tweeten, de vrijheid van meningsuiting en de academische vrijheid zullen het komende jaar moeilijk krijgen. Door uh, fatsoen. Kwaliteit uh, en, en een soort wetenschappelijke ja. consensus. Is uh, het zo slecht gesteld met de universiteit? Wel, ik denk dat we. Ja, de universiteit, goed. Er zijn ook heel veel goede dingen en mm -hmm. er zijn uitstekende academici. Maar uh, je voelt wel dat de beperking van de vrije meningsuiting die in de samenleving naar geheel mm -hmm. uh, voelt, dat die ook aan de universiteit uh, hoe dan ook wel speelt. Er is. Uh, ja, een angst om, 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 om moreel te falen. Hè. En daardoor zullen wellicht ook uh, woorden worden gebruikt om toch de vrijheid in te perken, maar op zo'n manier dat het een succes lijkt. Als je bijvoorbeeld zegt, ja, fatsoen, of wetenschappelijke integriteit, of wetenschappelijke consensus, whatever mm -hmm. it may be, of een uh, erkennen van de feiten. Hè. Je kunt ja. zo'n aantal woorden vinden uh, die. Uh, op een waardige wijze de censuur installeren. Mm -hmm. En dat voel je in de samenleving. Um, toen ik zelf rechtenstudent was, um, waren er zo de, de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Henry uh, Sides, Handy Times en zo, waarin gezegd wordt: werd, vrijheid van spreken betekent ook uh, dat er ruimte is voor woorden die hurting, shocking. En disturbing zijn. Mm -hmm. Dat kunnen we altijd onthouden. Hurting betekent dus kwetsend. Kwetsend, ja. Shocking, dat mensen ja, daar in alle staten van verontwaardiging in geraken. En disturbing, dat het evenwicht van de machthebbers, waarin zij zich koesteren en wentelen, wordt verstoord. En dat is free speech. Fatsoen hoort daar niet bij. Hè? En uh, vandaag wordt er bijvoorbeeld gezegd, ja, haat is verboden. Maar wat is haat? Ik denk dat uh, wat je moet verbieden is natuurlijk het aanzetten tot geweld. Ja. Daar liggen grenzen. Maar iemand onaardig vinden moet denk ik perfect kunnen. En als je dan zegt, ja, maar het is hatelijk dat je bijvoorbeeld een wetenschapper beschimpt of een politicus en zo. Mm -hmm. Ja, ik hoop dat dat toch nog mag. In die zin pleit ik ook uh, weliswaar zelf voor hoffelijkheid op Twitter. Maar ook voor de gedachte, voel je toch niet altijd beledigd? En zeker niet als het de bedoeling is van iemand anders om u te beledigen. Doe dat niet. Mm. Doe dat niet. Maar haatspraak kruipt wel in onze juridische... Ja, in de wetgeving. Wel, uh, dat is altijd de vraag natuurlijk, hoe ver je daar kunt gaan. Uh, en het is ook zo dat het Europees Hof in recenter arrest uh, mm -hmm. soms iets minder genereus was dan enkele decennia geleden. Maar je hebt toch nog altijd ergens de toets van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dus ik, ik moet zeggen, ik heb niet zo'n ijzeren vertrouwen in alle uitspraken van eerste lijnsrechters. Die zullen wel eens zich door hun temperament laten meeslepen. Fair enough, hè? want natuurlijk als het gaat over grondrechten is het ook een kwestie van evaluatie en proportionaliteit. Maar ik blijf toch hopen dat juist het feit dat... Ja, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens rechtstreeks van toepassing is en dat men daaruit onmiddellijk rechten ontleent die men voor rechtbanken kan uh -huh. afdwingen. Ik hoop dat dat toch de, de bandbreedte van de vrijheid van meningsuiting voldoende blijft beschermen. Maar hoort u dan binnen de universiteit als oud rector soms nog ja, collega-professoren die zeggen dan, ja, ik kom in de problemen of, of, of ik word op de vingers getikt? Wel, ik, ik moet zeggen, ik, uh, Of u ik, bent misschien zelf op de vingers gegaan. <laughs> dat, dat, dat. dat durven ze niet. <laughs> dat is dan een voordeel. Ja. <laughs> ja. Nee, nee, en dan zou ik ook wel heel scherp reageren. Mm -hmm. uh, maar uh, het is wel zo, ik heb bijvoorbeeld een collega die mijn tijd geleden zei: Ja, ik zou een verzekering willen nemen mochten er problemen komen. Dat is wel zo. En. Als er problemen punt. komen, moest hij de universiteit moeten verlaten. Ja, ja moest, moest hij dus om bepaalde ideeën uh, kritiek verlangen, uh, verkrijgen. Ja. En wat natuurlijk ook zo is, en dat is denk ik een, een ander uh, moeilijk punt, de universiteit zelf uh, is in feite een, een neoliberaal bedrijf sinds de jaren tachtig. Mm -hmm. Maar naar buitenuit hangt ze, een, en ik heb daar ook niks kunnen aan veranderen, dus dat wil ik er ook duidelijk bij zeggen, maar naar buitenuit probeert ze zich wel heel deugdzaam voor te doen en is ze erg... Uh, bekommerd om haar reputatie. En in die zin, bijvoorbeeld, als er een incident is met uh, professoren uh, waar, waar de publieke opinie negatief zou kunnen overoordelen, uh, ja, wordt er soms uh, achter de schermen ook uh, behoorlijk hard opgetreden in verschillende universiteiten. Ik hoor ook zeggen: er is te weinig controle op, op, op wie vandaag professor wordt, dat, dat wordt overgelaten aan faculteiten zelf. Waardoor dat je rap vervalt in het, ja, het wordt een bepaald kringetje waar een bepaalde overtuiging heerst. Klopt dat beeld of, of moet u dat nu nuanceren? Wel, er zijn natuurlijk om te winnen enorm veel professoren. Hè, ja. Door, door uh, reizen als paddenstoelen uit de grond. Misschien zijn er te veel. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteund wordt. Mm -hmm. Maar dat in die kringetjes draaien, dat is natuurlijk wel degelijk uh, een gevaar. Hè. Dus, um, Zeker neemt je een bepaalde uh, richting waar dat heel zichtbaar is, ook in de discussies van vandaag. Um, in de psychologie, bijvoorbeeld, mm -hmm. heb je enerzijds mensen die uit een wat Freudiaanse traditie komen, psychanalyse, over Lacan zwijg ik nog. Maar mm -hmm. mensen die in feite uh, ja, eigenlijk nog, met, nog die filosofische wortels hebben. De, de, de psychologie is er ook historisch uit voortgekomen, maar die dus ook heel moeilijk. Uh, Passen in een soort voorspelbaarheid van gegevens. Hè? Dus uh, een psychanalist zal bijvoorbeeld het gedrag van iemand analyseren achteraf. Uh ...maar niet vooraf het gedrag van iemand kunnen voorspellen bij manier ja. van spreken. En dat wordt door sommigen als wetenschappelijk van de hand gewezen... ...omdat daar dus juist die falsifieerbaarheid in ontbreekt. Dus heb je op dit moment en, en vooral vandaag eerder ter linkerzijde... Een, ...een strikt wetenschapsmodel hè, waarbij de voorspelbaarheid heel belangrijk is... Mm -hmm. van, uh, uh, ...van allerlei onderzoeken. Dus, en dan gaat men zeggen, ja kijk, we hebben mensen zo en zo getest... ...en dan kun je dat en dat voorspellen. En gek genoeg zijn dat... Die Juist mensen die dan onrechtstreeks via big data uh, het kapitalistische systeem weer ondersteunen. Maar dat zijn zo natuurlijk, je kunt je heel goed inbeelden. dat mensen van de eerste soort er minder gemakkelijk van de tweede soort gaan opnemen in hun kring en andersom. Hè. Dus daar heb je die scholen die, die enorm ja, uh, toch elkaar zullen beschermen. En ik herinner me toen ik rector was bijvoorbeeld zei iemand, een decaan van de Universiteit van Utrecht, dat men in psychologie bijvoorbeeld voor dertig jaar aan een bepaalde stroom vastzat, omdat iedereen ongeveer hetzelfde dacht. Dat is inderdaad een, een gevaar. Er zou een variëteit van figuren en opinies moeten zijn. Maar natuurlijk, als je uitgaat van de gedachte. Dat uh, er een bepaalde definitie is van ja. harde wetenschap, dan sluit je al die andere uit. uit ja. En dat is, denk ik, op dit ogenblik wel degelijk een, een gevaar aan onze universiteiten, waardoor de universiteiten, denk ik, binnen de komende decennia wel uh, uiteraard overeind gaan blijven op een aantal gebieden. Bijvoorbeeld gebieden waarvoor men bepaalde diploma's moet hebben. Artsen zullen van de universiteit komen, tandartsen, advocaten en zo meer. Maar aan de andere kant ga je ook, denk ik, meer en meer initiatieven hebben naast de universiteit, door bedrijven zelf opgelet, op, opgezet of alternatieve instellingen. Dan gaan we zeker ook mee te maken krijgen. en dat op bepaalde gebieden de universiteit wel haar onderwijsmonopolie gaat verliezen. Het voorbeeld dat u net aangaf, uh, het is natuurlijk altijd moeilijk om het over individuen te hebben, maar als je ziet wat vandaag professor De Smet overkomt, uh, Matthias De Smet, past, past dat daarin? Wel, de Smet zit uh, in zijn faculteit, uiteraard, in de verkeerde school. Mm -hmm. Hij heeft ook een duidelijke fout gemaakt uh, tijdens mm -hmm. een televisie-interview. Maar hij heeft zich daar toch ook voor verontschuldigd. Je hebt er ook over getweet, uh, Wel, is, ja. Ik denk eerlijk gezegd. Uh, ik ben nog altijd een brave katholiek, uh, brave tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, maar ik denk wel, als een mens een fout maakt, dat betekent niet dat hij uitgesloten moet worden. Hier leek het bij sommigen alsof ze op de fout zaten te wachten om hem uit te sluiten. En daar zal ik mij altijd tegen verzetten. Ik heb zelf als rector iedereen verdedigd. Uh, dat was bijvoorbeeld Barbara van Dijk, die was ontslagen ja. omdat ze uh, tegen genetische dus, uh, manipulatie ja. was opgekomen. Een, had vernield. Ik heb Als wetenschapster. Oh ja, ik heb dan gezegd: Kijk, voor mij mocht je terugkomen, heb ik ook gezegd. Mm -hmm. uh, maar je moet wel de schade betalen. Uh, ik heb ook nog een, een, een man verdedigd die creationist was mm -hmm. en die onderzoek deed. die geloof over zigeuners in Hongarije, over iets totaal anders. Nu, zijn protestants-fundamentalistische opvattingen waren volgens mij wel verenigbaar met werken aan de universiteit, hè? omdat. Uh, ja, het niet in dat gebied zat. Hè? Dus uh, dat was een heel ander gebied dat hij uh, aandeed. Ik heb ook, en hij zal dat niet kunnen ontkennen, Mark van Ranst altijd verdedigd en gezegd dat uh, hij altijd mocht zeggen wat hij wilde. Want hij was in die tijd nu zijn heel gematigd figuur, maar toen was hij redelijk uitgesproken en mm -hmm. uh, stookte hij nogal wat ruzie. had het dan over Gaza, Koust en zo verder. En veel mensen benaderen mij om te zeggen: leg hem met zwijgen op. Wat mij betreft, no way. Mm -hmm. uh, academici moeten wel zelf verantwoordelijkheid dragen voor wat ze zeggen, maar ze mogen daarvoor niet ontslagen worden door de instelling waarin ze werken. En dat is moeilijk en daarin uh, verandert uh, ja, de, de tijdgeest. Ik ben nu bezig aan een boek over de tijdgeest, dat in maart gaat uitkomen. En dan is het heel interessant om te zien hoe die dingen uh, langzaam veranderen. Soms ten goede, soms ten kwade. Uh, u bent een brave katholiek. Ja. Die, zoals u zelf zegt, ja. die eigenlijk ook heel goed volgt wat er ja. in, uh, in Rome, in het Vaticaan gebeurt. Ik zou zeggen een beetje een, een gemeenschappelijke hobby. Mm -hmm. um, de paus heeft net een, een bijzonder consistorie achter de rug. Mm -hmm. En er werd weer allerlei uh, theorieën de, dat de, de, de lucht ingestuurd door allerlei Vaticaan-watchers, dat hij ermee zou ophouden. Ja. Maar hij blijft paus. Ja. Ja, om te beginnen doet een jezuïet nooit wat je denkt dat hij gaat doen. <laughs> ja. en je weet trouwens niet wat hij echt denkt. Hè? Ja. Wat ook charmant is, dat is de kracht van de jezuïeten, mm -hmm. dat ze niet zomaar situeerbaar zijn. Uh, ik, ik, ik weet ook dat vele mensen in Rome vinden dat zelfs als hij geen ontslag neemt, zijn pontificaat voorbij is. Mm -hmm. Dat wordt ook vaak gezegd. En je merkt dat wel aan een aantal dingen, dat hij zijn ideeën minder makkelijk... Uh, krijgt doorgeduwd uh, dan vroeger. Terwijl hij bijvoorbeeld enkele jaren geleden uh, nog kon opkomen voor bijvoorbeeld het geven aan van communie aan echt gescheidenen die hertrouwd zijn dan ja. alleen burgerlijk uh, onder bepaalde omstandigheden. Dat heeft toen veel herrie uh, opgeleverd. Maar vandaag of, of uh, recenter kon hij bijvoorbeeld, uh, heeft hij toch een papier ondertekend van de congregatie nu die voor de geloofsleer, waarbij geen zegening mocht gegeven worden aan homo-koppels. Dat, dat zijn schijnbare details, maar je voelt dat hij daar toch wat uh, ja, op, 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 op zullen toekijken. Kan je is. zeggen dat hij eigenlijk nooit helemaal vaste grond heeft gekregen in het Vaticaan en de Curie met zijn idee? Uh, ja, is wel verkozen. Hè? Ja, maar goed. Maar aan de andere kant heeft hij denk ik, uh, hij heeft de curie ook eens geschoffeerd en zo. Hij heeft ook geprobeerd om ze te hervormen. Hij heeft ze ook hervormd? Ja, maar, maar... Niet, uh, niet echt fundamenteel. Dus ja. de laatste grote hervorming dateert van de tijd van Paulus VII. Voor de rest blijft het soms wat aarzelend. En zelfs een soort uh, uh, hervorming zoals we dat vaak zien: met een fusie van twee verschillende congregaties, maar die dan waarschijnlijk toch autonoom blijven functioneren, met dan nog een bureaucratisch laagje tussen. Mm. En dus in feite. Ja, zoals de schaalvergroting ook in scholen, universiteiten, in parochies en zo verder gebeurt. Niet altijd op de meest verfrissende manier. Meer bureaucratie is vaak het gevolg. Nu, dit gezegd zijnde, goed dat hij toch iets probeert te doen. Maar hij heeft inderdaad echt openlijke tegenstanders ook in het Vaticaan. Ja. Hij heeft mensen die hem niet leuk vinden en dat ook zeggen. Nu, op zich is dat niet slecht. Want Johannes Paulus II had ook veel tegenstanders, maar niemand durfde het te zeggen. En dus uh, hier durven mensen het, het wel te zeggen. Maar ook wel omdat deze paus soms wel ja, redelijk brutaal uh, mensen aan de kant heeft gezet, zoals uh, uh, Carina Muller, de vorige prefect voor geloofsleer. Een andere conservatieve tegenstander van hem was Robert Sarah, mm -hmm. die werd 75 en kreeg geen dag meer. Ja. Of uh, Raymond Burke, die aan de kant is gezet als uh, prefect van de signatuur. Nu, dat zijn niet altijd de leukste mensen, maar uh, hier geldt denk ik nog altijd, probeer ook uw tegenstanders met respect te behandelen, vernederen niet. Dus dat is altijd, daar is hij niet altijd even handig in geweest. Maar in onze tijd natuurlijk wordt een, een radicaal en hard optreden, we leven in wat autoritaire tijden weer, wordt erg gewaardeerd ook door sommige leden van het publiek. Maar dit gezegd zijn, ik denk wel dat hij op heel veel punten heel goede ideeën heeft. Maar het is niet makkelijk in zo'n instituut. En nogthans heeft hij ook ja, veel tegenstanders. Hij wordt ook vaak door eerder rechtse katholieken als te moslimvriendelijk gezien. Ja ja je hebt natuurlijk kijk andere pausen vroeger hebben uh, heel veel aandacht besteed aan de dialoog met de Joden ook uh, ja. ook gezien de twijfel die er bestond over de voorhouding van de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog ja. is één punt. Daar is sindsdien ook meer onderzoek over mm -hmm. gebeurd. Die archieven zijn ook openstaan. Ja, en zijn nee. en X zijn zo nog ja. overgeschreven. Maar het, eh, afgezien, dus daar kunnen we over blijven discussiëren, maar in het verleden zijn de Joden natuurlijk heel vaak echt slecht behandeld door de katholieke kerk. Uh, met de islam, ja, daar heeft ook de Spaanse Reconquista en zo mm -hmm. gehad, maar dat is iets wat bijvoorbeeld bij ons nooit op die manier heeft gespeeld. Hè. Wij hebben uh, die die strijd niet gaat en, en dan uh, ja dan heb je natuurlijk uh, vandaag denk ik is het wel belangrijk dat ook die gesprekken met de moslimwereld uh, goed worden gevoerd. Dus ik denk te moslimvriendelijk. Uh, ja, ik denk dat je ook moet zoeken, zoals ook bij het gesprek in België naar punten van uh, overeenstemming. Uh, wat mij ook opvalt, ik, ik ken nogal wat uh, moslims uh, die die eigenlijk religieuze vragen hebben die die je in Vlaanderen niet meer hoort. Dus, en waar je soms heel open en diepzinnige gesprekken kunt mee voeren. Dus dat zijn natuurlijk nou wel mensen die, die buiten de letterlijke mm -hmm. lectuur staan. Zoals er ook nog sommige mensen het boek Genesis letterlijk proberen te lezen. Vooral niet-gelovigen dan. Uh, maar ik denk dat dat gesprek zeker moet, moet gevoerd worden. Dus uh, tegelijk uitgaand van. ...de eigen ideeën, dat vind ik wel. En dus je moet ook wel duidelijk laten blijken dat je die hebt. Een verwijt dat bijvoorbeeld uh, Lucetta uh, Scarafia soms, uh, de historica... Mm -hmm. ...formuleert ten aanzien van de huidige paus... ...is dat hij eigenlijk te weinig over uh, is, ...de ultieme vragen spreekt... ...en iets te veel over meer sociale problematiek. Maar goed, iedere vogel zingt zoals hij gebeurt. De sociale problematiek vandaag... Migratie bijvoorbeeld. Onder meer. Daar, waar hij ook een heel progressief standpunt ja. inneemt, mag ik dat zo zeggen? Ja, uh, nu ook daar denk ik, uh, moet je, kun je denk ik wel een verschil zien tussen wat een geestelijk leider zegt en mm -hmm. wat de concrete politiek kan zijn. Hè? Uh, ik denk dat een soort pleidooi voor generositeit niet hoeft te betekenen dat je tegelijk een open grenzenbeleid voorstaat. Uh, of dat hij dat zou eisen van politici mm -hmm. om het zo te doen. Ik denk, uh, er is een verschil tussen menselijkheid, uh, aan de ene kant, dat moet altijd gevrijwaard blijven, en open grenzenbeleid, wat uiteraard. Uh, uh, niet gaat. Allee, ik denk, je kunt dat in theorie zeggen, um, maar dat werkt niet en dat zou ook een soort uh, enorme bedreiging zijn voor de democratie in Europa. Maar is dat ook niet een beetje het probleem dat de paus gezien wordt als ja, eerder een soort politieke leider dan als een religieuze leider? Uh, ja. of, en dat zijn uitspraken zo worden, ja. zo worden becommentarieerd? Dat zit er natuurlijk in, dat gevaar uh, bestaat. Uh, in Vlaanderen natuurlijk is het zo dat het religieuze gevoel in brede kringen zo erg is verdampt dat hij bijna enkel die politieke leider is of de man die het uh, instituut met al uh, zijn misbruiken mm -hmm. tot de orde moet roepen, maar niet als iemand die religieus leider is. Dat is aan de ene kant een probleem, aan de andere kant uh, het goede daarvan is dat... Uh, ja de paus is laten we zeggen horizontaal de landen zijn verticaal hij overschrijdt ook uh, grenzen van landen en van volkeren en van culturen dus het kan een ander soort stem zijn en dat vind ik uh, uh, wel een positief punt dat die stem kan bestaan nu niks verplicht u om want dat vind ik in het algemeen zo, om akkoord te gaan met de paus. Mm -hmm. en dat is zo typisch. Er wordt gezegd, ja, bijvoorbeeld de paus is de geestelijke leider van meer dan een miljard katholieken. Dan denk ik, ja, de paus is de paus. Hij is het hoofd van de katholieke kerk. Maar hij, hij kan iemands geestelijke leider zijn, maar het kan niet zo goed anders zijn. Maar het is wel een soort, ja, rockster. Ja. Een, een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een, een, een idool. Wel een, een, een wereldberoemdheid, wereldbekende beroemdheid? Ja, dat is waar. Maar een paus kan zich vandaag niet permitteren om niet beroemd te zijn. Mm -hmm. Dus we zitten in zo'n gepersonaliseerde samenleving. Um, Conor Rousseau bijvoorbeeld is ook uh, populairder dan het uh, socialisme. En zo is de paus ook populairder dan, het dan de kerk, en ja. het katholicisme. Dus in feite heb je allemaal zo van die... Boegbeelden nodig in een gemediatiseerde en visuele samenleving. Mm -hmm. Dus uh, ja, de paus kan wel proberen nederig te zijn, maar als hij niet tegelijk een beetje een rockster wordt die misschien een averechtse boodschap uh, spreekt, gaat niemand naar hem luisteren. Als hij zich telkens in zijn kapel terugtrekt om te bidden en geen enkele uitspraak meer doet, dan ben ik wel overtuigd dat zijn gebeden ons zullen sterken, maar dan doet hij zijn job niet. En een afrechtse boodschap die blijft u ook brengen? Dat gaan we proberen, hè? <laughs> Zolang het kan. <laughs> ik ga dat trouwens beter proberen te doen. Ik begin dus. Ik ga op uh, emeritaat uh, op uh, 1 oktober. Ik blijf wel wat lesgeven, zowel in Leuven als in Straatsburg. Maar ik zal rond die tijd ook aankondigen wat ik allemaal voor nieuwe activiteiten ah. ga ontplooien. Want het pensioen was uh, vroeger. De wachtkamer van de Dood. Hè. Je mm -hmm. wachtte dan tot het overlijden in En doorgaans kwam dat wel, vlugger, vrij snel. Ja. Ja. Uh, maar ik, ik vind dit is een moment om gewoon van baan te veranderen en mij als uh, zelfstandig ondernemer in onzin, uh, meer dan ooit op de Vlaamse en internationale markt te gooien. Ik zou zeggen: bevrijd van de, de ketens van de universiteit, maar ik heb niet de indruk dat die u erg knellen. Ik heb me eigenlijk van losgemaakt van die ketens uh, ergens. In de jaren 90, toen ik dacht, uh, dat moet ik op tijd doen, ik, ben, uh, ik heb altijd mijn gedacht gezegd, ook mm -hmm. als dat moeilijk lag, als ik werd uh, teruggefloten door kardinaal Daneels en Dillemans en Daneels samen zeiden, ja, moet toch oppassen. Uh, ik heb toen gedacht, ja, ik ga dat uh, anders doen. Ik ga altijd mijn mening blijven zeggen, doorgaans de verkeerde, maar dat moet je erbij nemen. Ik heb ook geprobeerd om snel gewoon hoogleraar te worden, wat ook gelukt is, waardoor je eigenlijk uh, niet veel meer te vrezen hebt. Mm -hmm. Ik heb altijd gedacht, ja, ik ga dat snel doen, dan kan ik daarna op mijn manier de beest uithangen. heb ik altijd gedaan en ga ik blijven doen. Oké, okay. met uh, deze opbeurende woorden uh, ronden we dit ge fijne gesprek af. Bedankt professor. Wel. En uh, bedankt u voor het kijken en graag tot een volgende keer.